Vandaag op de barbecue een echte barbecue klassieker. Beer can chicken. Kip op een bierblikje. Hey, vrienden van de barbecue. Gezellig dat jullie er weer zijn. Mocht je me niet kennen, ik ben Dennis. Dit is Noskos Barbecue. En vanuit mijn achtertuin laat ik zien hoe ik jij beter kunt barbecuen. Dat doe ik met recepten, tips, tricks en reviews. Wil je er niks van missen? Abonneer je dan op mijn kanaal en druk meteen even op die bel naast het abonneerknopje. Dan krijg je van YouTube een melding als er weer een nieuwe video online is. Vandaag ga ik je laten zien hoe je beer can chicken maakt. Het is een echte barbecue klassieker, heel erg gehyped in het begin. Nou ja, dan spreek ik over een jaar of, wat zal het zijn, 15 geleden. Toen ik net begon met barbecuen. Ik had mijn eerste One Touch Gold gekocht, een Weber keteltje. En daar zat een boekje bij met een recept en beer can chicken. Ik dacht, nou ja, laat ik dat maar eens proberen. Het was het eerste dat ik erop maakte. En voor mij viel het kwartje van, oh wacht even, ik kan mijn barbecue gebruiken als een soort oven. Als ik indirect barbecue, kan ik alles maken wat ik normaal in de oven kan maken, maar dan met rooksmaak. En ja, dat was een soort openbaring voor mij. En dat maakte dat ik nog enthousiaster ging barbecuen. Daarvoor was het een beetje grillen. Maar dat maakte echt dat ik interesse kreeg in het hele proces van hoe het echte barbecue werkte. Nou, dat recept dat is bedacht door Stephen Reichlin. Althans, dat zegt hij zelf. Bekende Amerikaanse barbecuer met heel veel boeken. Je bent vast wel wat van hem tegengekomen als je op zoek bent naar barbecueboeken. Hij heeft hele mooie recepten geschreven en zo. En hij schijnt dit verzonnen te hebben. Bij ons op het barbecuegenootschap, mijn forum dat ik samen met Frits de Jonge heb. Frits ken je misschien wel van de Easterwood barbecue methode voor ribs. Krijg je als je beer can chicken maakt en je laat dat zien in een verslagje, krijg je een badge. Een stickertje onder je naam van een kipje. En dan heb je dus beer can chicken gemaakt, kan iedereen zien, oh je hebt dat gedaan. En dat doen wij nog steeds bewust. Ondanks dat het een simpel gerecht is, is dit voor veel mensen de eerste echte aanraking met echt barbecuen. En dat willen we belonen en ondanks dat het een vrij simpel gerecht is om te maken, steunen we en supporten we dat toch. Omdat bij veel mensen, die gaan het licht zien als ze dat maken. Dus heb je nog nooit beer can chicken gemaakt en zijn dit je eerste stap in het barbecuen? Maak het. Een kip kost niet zo gek veel. Dus als je hem verpest, dan is het jammer, maar geen man overboord. En je leert je barbecue een tijdje stabiel te houden op een bepaalde temperatuur. En hem anders te gebruiken dan normaal te grillen. Nou ja, genoeg gepraat over de methodes. We gaan hem maken, dus laten we de keuken induiken. Nou, beginnen we met het bier. Ik heb gewoon een klein blikje bier, ik heb geen halve liter in huis. Ik drink geen bier, dus... En het maakt ook helemaal niet uit wat je neemt. Je kan ook een blikje cola nemen of sinaas, want in tegenstelling tot wat er altijd beweerd wordt, trekt die smaak niet in je kip. Het spul wat erin zit, komt niet eens aan de keuken. Dus dat is een fabeltje. Beer can chicken is leuk omdat het er stoer uitziet. En de helft van hiervan gooi je ongeveer even weg. Of drink je op als je bierliefhebber bent. En dat is je blikje. Dat is dan voorbereid. En dan gaan we naar de kip. Nou, een mooie grote kip. Er zit een touwtje omheen. Dat haal ik er even af. Want we gaan het nog even voorbereiden. Nou, het vleugeltje zit op zich goed zo. En wat ik dan doe... is dat kippetje even langslopen op onregelmatigheden. Dus hier heb je zo'n nekje waar een beetje meer gek spul aan zit. Dat snij ik er even uit. Datzelfde zit aan de onderkant. Heel vaak zitten er nog kwapjes vet in die kip. Nou, dat valt in dit geval reuze mee. Dus dat is hartstikke fijn. Dan begin ik aan de achterkant. Nou, hier zit nog een staartpennetje, dat mag eruit. Begin ik aan de achterkant met het kruiden van de kip. Even de handschoen uit voor mijn fles olie te pakken. Daar gaat een beetje olie op en daar smeer je je kip mee in. En dat is om een plaklaagje te maken voor je kruiden. Nou, mes mag wel opzij. Dat hebben we niet meer nodig. En dan gebruiken we als kruiden gebruik ik Noskos de Chicken, mijn eigen kippenmix. Gebruik vooral wat je zelf lekker vindt, maar ja, dit is natuurlijk gewoon een heerlijke mediterrane mix die op je kippetje heel goed tot zijn recht komt. En dan smeer je, of dan strooi je dat spul op je kip. Beetje gelijkmatig, ik druk het altijd aan. Op het moment dat je die rups gaat wrijven, dan krijg je allemaal vlekken erin en zo, dat is niet zo mooi. Dus doe ik het liefste zo. Nou, dat zal ik gewoon voor de voorkant doen.
En wat je ook zou kunnen doen, is dat vel hier zo loshalen en daar een kruidenbotertje of zo onder stoppen. Maar ik wil hem eigenlijk gewoon maken zoals ik hem de allereerste keer maakte. Ja, toen had ik geen noskoste chicken, maar toen gebruikte ik een ander kruidenmixje wat ik in elkaar geflanst had. Dat maakt op zich niet zoveel uit, maar dit is eigenlijk de pure vorm. En dat vind ik wel leuk om hem een keer zo als filmpje te doen. Dan mogen de kruiden er weer lekker op. Die vleugeltjes, die doe ik altijd erachter. Ik zie ook dat sommige mensen de puntjes eraf knippen of zo. Dat kan, ja. Echte tips, daar doe je niet zoveel mee, dus die zou je eraf kunnen halen en voor je soep kunnen gebruiken. Nou, de zijkantjes ook. Zorg dat die gewoon goed in de kruiden zit. En als dat gebeurd is, dan gaan we hem op het blik hijsen. Trek ik nog even een handschoentje voor aan. Ik gebruik vandaag een gietijzeren plaatje waar ik dat allemaal opzet. Je kan het ook los op het rooster zetten, maar dat is toch wat minder stabiel. En dan, ja, dan heb je kans dat het eraf valt. En dat is niet zo handig. Dus met zo'n dingetje eronder. Je hebt ook speciale chicken sitters of allerlei constructies. Kun je gebruiken. Het is voor de rest niet zo gek spannend hoor. Nou, dan pak je je kip. En die doe je gewoon aan de onderkant. Daar gaat dat lik in. Zo. En dan zet je hem neer. En dan heb je een soort standaard met twee steuntjes tussen je kip aan de ene kant en het blikje aan de andere kant. En dat is dan de klassieke Beerkin Chicken, klaar voor de barbecue. En daar gaan we nu naartoe. Nou, als de kootjes branden gaan we die in de bakjes gooien. Dus maken we ongeveer deze opstelling. Ik kreeg van de week al de vraag bij mijn vorige bereiding wat voor housecoat ik gebruik of wat voor briketten. Dus zijn Ecobrasa kokosbriketten, dat vind ik de allerfijnste. Geven niet zo gek veel as. En branden heel consistent qua temperatuur. En ja, zijn gewoon een hele goede kwaliteit. Kosten wat meer, maar je kan ze ook weer hergebruiken als ze gedoofd zijn. Dus ja, soms is goedkoop duurkoop. En dat is zeker met dit soort brandstof het geval. We gaan er geen rooster in doen. De kip komt gewoon hier te staan. En laat hem daar netjes garen. Als je een halve liter bierblik hebt, dan wil het nog wel eens te hoog zijn. En dan stoot die kip tegen je deksel. En dat is niet de bedoeling. Nou ja, het kipje gaan we even halen. En dan gaan we hem erin zetten. Zo, gaan we de kip zetten we erin. Nou, die kip zetten we erin. En met zijn rug naar het vuur, die vangt dan het meeste hitte op. En dan kan die borst op zijn gemakje rustig garen. Dan mag wat rookhout bij. Ik heb wat appel. Twee blokjes. Die doe je op de kolenbakjes gewoon erbij. Dat gaat lekker roken. Heb je een kernthermometer, dan kan je die in de kip steken. In het dikste deel van de borst. Niet tegen het bot aan. En daarop koken. We gaan het vandaag oldschool doen. Dus we doen er geen thermometer in. Hij heeft zo'n 5 kwartier nodig op zijn gemakkie. Wordt hij nou te donker, dan doen we nog een stukje aluminiumfolie overheen. Maar dat kijken we na een kwartiertje of 3 eventjes. Of dat allemaal goed gaat. Deksel doen we dicht. Gaan we met de schuiven spelen. En dan ja, mag hij zo op 175 graden staan. 160, 175. Tegen het einde kunnen we nog iets opschroeven. En dan gaat je kippetje hartstikke mooi. De rook begint al lekker, dus doe gauw de deksel dicht. En dan mag hij rustig roken en garen. Nou, we zijn een klein uurtje verder. Het kippetje ziet er nu zo uit. Echt heel erg mooi van kleur al. Komt echt door het rookhout. Zet hem wat heter. Doe je de onderste schuif wat verder open te zetten bij de Weber. We gaan nu naar 170, 180 graden. Eigenlijk alles boven de 175 is goed. Je wilt dat huidje wat krokanter wordt. Kijk, de kleur is nu fantastisch, maar de structuur moet wat veranderen. Dat doe je met hitte. Ja, het dekseltje doen we weer dicht en laten we hem even doorgaren. Zo het moment om een beetje in de gaten te gaan houden of dat niet te donker wordt. Hier begint het al langzaam wat donkerder te kleuren en zo. En als je denkt van nou, dat gaat nou wel heel erg hard. Een stukje aluminiumfolie erover. Soms is dat nodig, soms niet. Dus gaan we weer kijken en dan komen we over zo'n kwartiertje weer terug. En dan gaan we eens even meten. Goh, ziet dat er heerlijk uit en wat ruikt dat lekker. Tijd om te meten. En dit is waar ik wel afwijk van mijn oude recept. Vroeger had ik een beetje aan het pootje gewiebeld. En dan als de helder sap uitkwam was het wel goed. Nu gebruik ik gewoon een thermometer.
thermapen. En dan zie je dat hij er nog lang niet is. Dan mag hij nog even blijven staan. Nou, gaan we even meten. De kleur is zo aardig zo. Begin 60, hij mag nog eventjes. Hij begint voor mij wel aardig donker te worden. Tijd om er een folieschildje overheen te doen. En dat is gewoon een stukje aluminiumfolie. En dat doe je even zo over je kippetje. En dan kleurt hij niet verder door. Nou, gaan we er even meten. Het voordeel van zo'n folietje is, dat kan je er gewoon afpakken zonder dat je vingers verbrandt. Ja, we zijn er. 75 graden, dat is een mooie temperatuur om eraf te halen. Mag hij eraf? Ja, en wat eet je dan bij zo'n kippetje? Ik doe heel vaak zelfgemaakte appelmoes, misschien patatjes of aardappelpartjes. Ik maak er gewoon een gezellig kiprisseptje van. Hartstikke lekker en ja, niet moeilijk zoals je ziet. Dat, nogmaals, dat blik dat doet er helemaal niks toe. Ik heb nog een ander recept, mijn allereerste recept, echt wat ik ooit op mijn blog zette volgens mij, voor Beer Can Chicken. Zal ik naar link hieronder. Alle dingen die ik gebruik, thermapen en zo, zal ik ook naar linken. Dus heb je daar interesse in, kijk even in de beschrijving. En dan vind je links naar dat soort spullen toe. Veel klassieker dan dit wordt het denk ik niet op barbecuegebied. Behalve dan ribs en pulled pork en zo. Maar ja, de Beer Can Chicken hoort wat mij betreft zeker in dat reisje thuis. Je weet nu hoe je maakt. Je kan er echt helemaal op losgaan met allerlei alternatieve methodes. Spullen onder het velletje stoppen. Ja, die sausjes erop. Leef je lekker uit, zou ik zeggen. Ben je lid op het barbecuegenootschap en je maakt hem. Laat dat zien in een verslagje. Je krijgt je badge voor de chicken. Dus dan heb je die ook nog gelijk meegenomen. Nou, voor dit een leerzame video. Heb je er wat aan gehad? Like hem. Vragen, opmerkingen, stel ze in een reactie hieronder. Ik lees ze allemaal. En wil je meer van mijn filmpjes zien? Abonneer je dan vooral op mijn kanaal. Druk op dat belletje en dan krijg je een melding van YouTube. Als er weer een nieuwe video online is. En dat was hem dan weer voor deze week. Tot de volgende.